Hoi, welkom bij een nieuwe video van Scores Originals. Vandaag wil ik het gaan hebben over de forehand volley crosscourt nick. Wanneer speel je deze bal, hoe speel je deze bal en hoe zou je deze kunnen oefenen? Laten we beginnen. Wanneer speel je dan de forehand volley crosscourt nick? In principe is dit een vrij risicovolle bal. Dus als je niet goed weet wat je doet met het slaan van de bal, zou ik niet zo snel ervoor kiezen. Tenzij je natuurlijk het gewoon leuk vindt om hem te slaan, moet je dat zeker doen. Maar om een stukje rendement erin te krijgen, zijn er een aantal momenten waar die ook nog goed kan werken. In eerste instantie op een mindere service van mijn tegenstander. Dus op het moment dat de service niet de zijmer in gaat en ik eigenlijk een vrije volleykans heb en een makkelijke hoek heb naar de nick toe. Hiermee kan ik nog wel eens mijn tegenstander verrassen. Een ander moment zou zijn als ik in de rally mijn tegenstander goed onder druk heb gezet achter in de baan. Waarin de bal dood dreigt te vallen en mijn tegenstander er niet voor kiest om een hoge bal te spelen, een lob zeg maar, maar een wat hardere lengte om zichzelf uit de problemen te willen slaan. Dit vind ik een tactische fout, waardoor ik eigenlijk al klaar sta voor de volley en snel voor de nick kan gaan. En snel omdat mijn tegenstander eigenlijk niet in de positie staat goed terug te komen naar de tee, waardoor die later bij de bal zal zijn. Waardoor het ook niet noodzakelijk is dat de bal in de nick gaat. Waardoor mijn rendement weer wat hoger ligt. Al een moment zou kunnen zijn als het gewoon een losse lengte is. Net zoals bij een mindere service. Dat je gewoon kans ziet om voor de nick te gaan om direct een punt te scoren. Al een moment om voor de crosscourt nick te gaan is op het moment dat mijn tegenstander een crosscourt lob speelt. Maar die eigenlijk net te laag is. En ik ook nog eens zie dat hij draait op het moment dat hij terug gaat naar de tee. Wat ik dan bedoel is, hij speelt de lob en draait eigenlijk naar mij toe. Dat is voor mij een key, dat hij minder wendbaar zal zijn. Dus op het moment dat ik snel die crosscourt speel, is hij minder wendbaar terug naar de hoek toe. Waardoor hij minder snel in een goede positie komt om de bal te slaan. Dus ligt het rendement weer hoger om er een punt mee te pakken. Oké, hoe sla je dan deze bal? 4 stappen. Stap 1, racketvoorbereiding. Racket goed hoog en het blad van je racket wijst al een klein beetje naar de nick. Punt 2 is je raakpunt. Je wil de bal voor je raken. Dat betekent dat je jezelf goed achter de bal moet plaatsen, maar ervan uitgaande dat je de bal zijwaarts wil benaderen. Je komt niet onder de bal, je wil de bal zijwaarts benaderen. Maar het raakpunt blijft voor je. Dus hoe eerder je hem raakt, hoe makkelijker de hoek is naar de nick. Op het moment dat je hem te veel achter je raakt, moet je te veel met de hand gaan werken. Waarbij het moeilijker wordt om de nick te gaan raken. Punt 3 is je doorzwaai. Belangrijk hier is dat je echt overdrijft met het door de bal heen zwaaien. Ik verleng echt mijn arm richting de voormuur. Ik ga niet te snel naar beneden. Ik verleng hem richting de voormuur. En je ziet dat mijn pols als het ware breekt. Dus ik breek hem naar beneden toe. Waarbij je het punt van mijn racket naar de zijmuur wijst en mijn knokkels richting de voormuur. Laatste punt is gewichtsoverdracht. En hierbij ga ik vanaf mijn rechterbeen naar mijn linkerbeen. Van rechts naar links. Balans blijft weer, net als voorgaande, vanuit mijn navel naar beneden. Dus ook al ga ik van rechts naar links, mijn balanspunt blijft tussen mijn benen in. Oké, even alle punten op een rijtje. 1. Racketvoorbereiding. 2. Raakpunt van de bal, altijd voor je. 3. Doorzwaai. Verleng je arm, breek je pols. Niet letterlijk, je weet wat ik bedoel. Punt 4. Gewichtsoverdracht. Van je rechterbeen naar je linkerbeen. Kun je deze bal dan het beste oefenen? In eerste instantie zou ik dit simpelweg uit de hand doen. Dus ga achter de shortline staan, ietsjes van de tee af, zodat je het simuleert dat de bal wat losser is qua lengte. Gooit de bal goed voor je en waar je aan wil werken is het door de bal heen zwaaien. Dus je verlengt je arm en breekt daarbij als het ware je pols richting de nick. Dan zie je de bal komt er weer terugrollen. Dat betekent dat ik de hoek goed heb gemaakt. Let goed op het doorzwaaien en het breken als het ware van je pols. Waarbij je hand of waarbij je bovenkant van je racket naar de andere zijmuur wijst. Op het moment dat hij vanaf dit punt lukt, zou ik ook willen voorstellen om hem ietsjes
naar achter ook te willen slaan. Dus als een soort service return. Hetzelfde verhaal, gooi hem voor je op en zwaai echt door die bal heen. Overdrijf, door de bal heen zwaaien. Simpelweg, door de bal heen. Je ziet ook hier weer mijn gewichtsoverdracht van mijn rechterbeen naar mijn linkerbeen. Oefen dit. Op het moment dat je hem uit de hand kunt slaan, is het tijd om in een rally of in een wedstrijd te gaan uitproberen. Durf hem te slaan. Tuurlijk, gaat de eerste keer fout, geeft niks, blijf het doen. Oké, dit was wat mij betreft de forehand volley crosscourt nick. Bedankt voor het verzoek. Het was heerlijk om weer eens wat ballen in de nick te rossen. Hopelijk hebben jullie wat van geleerd. Laat in de comments jullie reacties en vragen achter. En tot de volgende.